Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwste video. Vandaag ga ik wat meer praten over een onderwerp wat dichter bij mijn studie ligt. Ik ga jullie namelijk vertellen wat je het beste kan eten en drinken om beter te kunnen presteren tijdens je tentamens en examens. Allereerst tip 1, drink voldoende water. Dus ik heb altijd een beker op mijn bureau staan waar water in zit. Zorg ervoor dat je genoeg water drinkt. Dit zorgt er ten eerste voor dat alle processen... Het zorgt er ten eerste voor dat alle processen in je lichaam goed verlopen. En het zorgt er ook voor dat je minder snel trek krijgt in slechtere dingen. Tip 2 is dan ook, probeer suiker te vermijden. En dan niet alle suiker, maar vooral de snelle suikers in snoepgoed en taart en wit brood. Dit zorgt er namelijk voor dat je bloedsuiker snel omhoog gaat, maar ook weer sneller naar beneden gaat. Waardoor je meer dipjes krijgt. En dit zorgt ervoor dat je meer honger hebt, dat je minder goed kan concentreren. Dus zorg ervoor dat je dat zoveel mogelijk probeert te vermijden. Als je toch zin hebt in een snack tijdens het leren, dan is dat prima. Maar zorg dan dat je bijvoorbeeld een banaan eet, een volkorenboterham, cashewnoten, avocado's. Er zitten allemaal goede vetten in ook, wat er weer voor zorgt dat je hersens beter functioneren. Tip 3 is probeer zoveel mogelijk om alcohol te vermijden. Alcohol zorgt er namelijk voor dat je minder goed slaapt, waardoor je de volgende dag ook minder goed zal presteren en je zal kunnen concentreren. Tip 4 heeft net even iets minder met wat je moet eten te maken. Maar tip 4 is dus om af en toe even een pauze te nemen. Zie je eetmomenten als pauze en eet vooral niet te veel tijdens het leren. Het zorgt er namelijk voor dat je en minder oplet tijdens het leren, omdat je afgeleid bent door je eten. Maar het zorgt er ook voor dat je je niet goed genoeg focust op je eten, waardoor je sneller bijvoorbeeld een halve zak chips leeg is zonder dat je het door hebt. Dus probeer dat. En probeer als andere pauzes tussendoor ook te gaan sporten. Sporten zorgt er namelijk voor dat je meer endorfines aanmaakt, waardoor je meer energie krijgt, waardoor je je daarna nog beter kan concentreren. En dat maakt je ook heel blij. Laatste tip, dit is tip 5. En dat is dat je moet onthouden dat je geen vitaminepillen nodig hebt. Dus al die visolietabletten en tabletten die ervoor kunnen zorgen dat je beter kan concentreren. Op het moment dat jij een goede voeding volgt en dat je een gevarieerde voeding hebt met genoeg groenten, fruit, noten en zaden, zuivelproducten. Op het moment dat je dat allemaal in je voeding hebt, dan krijg je alle vitamine en mineralen al binnen. En dan heb je geen pilletjes meer nodig. Denk niet dat als je een pilletje koopt voor visolie, dat je dan meteen een 10 kan halen op je examen. Het gaat er ten eerste om dat je gewoon goed leert. En ten tweede is voeding heel belangrijk en dan kom je gewoon al heel eind. En nogmaals, lekker veel water, maar die verwijzen al op. Ik hoop heel erg dat jullie wat aan deze tips gehad hebben. En wil jullie, als jullie binnenkort examens hebben, heel erg veel succes wensen met je examens. Nog even lekker blokken en dan kan je van de zomervakantie genieten. Je kan hier nog heel even mijn laatste video bekijken. Daar vertel ik over hoe je je moet herinschrijven. En Julian vertelt in deze video over wat je precies moet doen nadat je je ingeschreven hebt. Graag zie ik jullie volgende week maandag om 4 uur weer terug op dit kanaal. Abonneer ook even op deze knop. En graag tot de volgende keer. Doeg!